Onverwacht hoogwater, Ahoy wordt laatste grote optreden van Hessel en nieuwe opnames Vlang in de Pan. Van harte welkom allemaal. Afgelopen dinsdagavond zorgde de zuidwestenstorm voor de nodige problemen. Door de harde zuidwestenwind en de verhoging van 1,10 meter bood de havendam geen bescherming meer. Hierdoor ontstonden er hoge golven in de haven en is er een kotter losgeslagen. Ook in de jachthaven sloeg er een aantal zeiljachten los. Werk aan de winkel dus voor Rederij Noordgat. Een aantal leerlingen van het VMBO hebben het initiatief genomen om een eigen YouTube-kanaal te starten. Op dit kanaal presenteren ze nieuwtjes van hun eigen school. We zitten hier op VMBO het Skielgejouw en bij mij zitten een enthousiaste groep leerlingen die een YouTube-kanaal zijn gestart genaamd Jouw TV. En jullie verslaan eigenlijk het nieuws van deze school, hè? Ja, dat klopt. Ja, en op wat voor manier doen jullie dat? Nou, ik zit hier in deze mooie stoel en dan praten we voor de camera en vertel ik eigenlijk wat we doen. En dan daarna gaan we over naar een ander beeld en dan zijn we op locatie. Een soort Terschelling TV. Ja, eigenlijk wel, maar dan kleiner. Ja, kleiner, maar een soort van beginnend Terschelling TV. Ja, maar iets minder georganiseerd. Dat durf ik niet met alle zekerheid te zeggen. Maar wat gebeurt hier dan zoal op school? Ja, af en toe zijn er beroepen, feesten, dus gaan we daarheen of wat gebeurt er nog meer? Prullenbakken in de fik. En, hebben jullie het daarover dan? Ja, absoluut. Okay. Dat is natuurlijk groot nieuws. Gebeurt hier nooit wat. En hoeveel kijkers hebben jullie ongeveer? Nou, iets van 60 per aflevering ongeveer. 70 abonnees. Ja. Of 80. En hoeveel leerlingen zitten hier op school, weten jullie dat? 100 ongeveer. Dus niet iedereen kijkt? Niet iedereen kijkt. Het moet verplicht worden, of niet? Ja, eigenlijk wel. Ja. Wat zijn jullie? Jullie maken ook andere dingen dan een televisieuitzending, toch? Klopt. We doen ook aan podcasts met leerlingen, docenten en mensen die daar geïnteresseerd in zijn. En wat is daar het verschil tussen? Tussen de uitzending en de podcast? De uitzending is zeg maar echt met verschillende onderwerpen, verschillende mensen en met beeld. En een podcast is met één vast persoon over één onderwerp zonder beeld. Okay. En hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Het was eigenlijk een initiatief van Myrthe. Myrthe die is er helaas op dit moment niet bij. Maar die had een idee om het nieuws van deze school te presenteren. En dat hadden we vorig jaar al in gedachten. En eigenlijk is het dit schooljaar, eigenlijk pas echt van start gekomen. Okay. En we hadden wel juiste materialen ervoor. Dus toen uiteindelijk zijn we eruit gekomen dat het wel kon en haalbaar was. En hebben toestemming gevraagd. En dat kregen we. En krijg je dan ook extra veel ruimte van deze school om dat soort dingen te doen? Ja, we krijgen wel vrijheden daarin. We hebben 2 eigen keuzeuren gekregen. Nou, eigenlijk 3. Maar ik 2. Alleen ik ben er gewoon bij 3. Stiekem. En daarin kunnen we elke maandag een uitzending of een podcast maken. En bij speciale evenementen waar de leerlingen dan heen gaan, daar kunnen wij dan filmen in plaats van bijvoorbeeld naar groepjes gaan of vragen moeten stellen. Okay. Ja. Hebben jullie nu ook aangemeld voor de Skills Talent? Hè? Wat houdt dat in? Nou, de Skills Talent zijn de grote wedstrijden die landelijk in Nederland zijn. Dan ga je je specialiseren in één onderwerp. Dus bijvoorbeeld media en vormgeving doen wij met z'n drieën. En dan ga je een wedstrijd erin doen. Je maakt een project en dan hoop je dat je de beste wordt. Okay. En jullie weten al wat dat wordt? Nou nee, we hebben alleen een mail gekregen dat we iets van tekenspullen moesten meenemen. Dus iets met tekenen, nu in het begin. Vormgeving, tekenen en dan iets met media daarbij. Ik ben heel benieuwd. Wij zijn allemaal benieuwd. Ik wens jullie heel veel succes. Als jullie jouw tv willen bekijken, dan kan dat via onderstaande link. Hessel en Tess zijn volop in voorbereiding voor een concert op 14 maart in Ahoy. Voor Hessel is dit zijn laatste grote concert. Een afscheidconcert is het zeker niet, want gelukkig blijft Hessel nog gewoon optreden in zijn eigen café De Groene Weide. Thank you.
heel simpel, omdat ik punt 1 op een leeftijd kom dat je daar denk ik mee moet stoppen. En omdat ik ook merk aan Ziggo Dome en nu ook weer Ahoy, dat ik meer dan anderhalf jaar alleen maar de focus heb op die concerten. En dat is, ik kom verder, kan ik me ook niet meer concentreren op andere projecten. Maar met Ahoy en met grote concerten, ja, dat zit gewoon constant in je onderbewustzijn tegen te praten van je moet dit nog, je moet dat nog, je moet dit. Heb je daar aan gedacht, heb je hier aan gedacht, heb je zus. Ja, dan word je, op een gegeven moment, dan is dat klaar. 30 jaar na dato, Ahoy, de cirkel is rond. Tess heeft meer muzikale vrienden, daar kan het ook mee. Ik ga geen zielige oude man worden die constant tot zijn 70, 80ste moet gaan bewijzen. Ik wil gewoon lol hebben. En ik ga niet de dingen doen die niet meer bij me passen. En ik denk dat dit nog prima is, dat ik het nu nog doe. Maar ik denk daarna moet ik gewoon mijn plaats weten en gewoon genieten. Weet je, het stomme is dat je weet natuurlijk wel dat niks is voor eeuwig. En je bent nu met dit project bezig en daar zitten we allebei met vol enthousiasme en kracht natuurlijk in. En ineens hadden we elkaar volgens mij op een dinsdagochtend op een druilerige dag aan de telefoon. En toen was het in één keer boom, oh ja, en niet om het een of ander, maar dit is wel echt de allerlaatste grote show. Ja, Ik schrok daar wel van, maar dat komt ook omdat ik weet dat als hij zegt het is klaar hierna met die grote toestanden, ja, dan weet ik ook gewoon dat het ook echt niet meer gaat gebeuren. Dus ik vond dat wel heftig en ik was daar in alle eerlijkheid ook best wel even heel erg, wat ik van mezelf ook niet had verwacht, want het zat er ook wel een klein beetje aan te komen misschien. Maar ik ben naar mijn moeder gegaan en even. De emotie zit hem in het feit dat ik dit met mijn vader allemaal mag beleven. En dat is zo onwijs gaaf. Dat wil je natuurlijk eigenlijk nooit loslaten. Ja, weet je, dat was een totaal andere tijd. Ik nam ook geen stap. Het gebeurde gewoon per ongeluk. Ik kwam op het idee met André Rozenburg. Een oude vriend van mij die helaas veel te jong is overleden, die zei Vraneker, want die kwam uit Vraneker en zit in die trein, die sporthal, dat is hartstikke mooi. Dus toen kwam er live in Frenchier, hè, nou, dat is een berucht moment geweest ook. dat was zo'n succes dat André zei van, joh, dan moest je even Ahoy doen, joh, ja. Dat is mooi. Ik hoor het hem zeggen. Ja, hij go elg, joh. Ik denk, ik ga toch eens bellen, want ik werd gewoon toch nieuwsgierig. Wat dat kostte en ik denk, nou, ik ga toch. Maar zo is het goed, maar dat is niet. Het is niet een strategische stap geweest in een van tevoren uitgestippeld beleid of zo. Helemaal niet. Het is per ongeluk gebeurd. En je moet het zien als een soort wave. Hè? Ik begon hier. En toen ging ik abroad. En uiteindelijk zit ik hier weer. En dat maak ik, dat eindje wat eraan vast zit, dat probeer ik nog lekker lang te maken. Dus ik blijf lekker nog op de Schelling, in de basis, waar ik ben begonnen. Maar dat is klaar. Ja, ik denk dat jij ook wel iemand bent die... Je hebt zoveel dingen gedaan die je al nooit had verwacht, denk ik, in je leven. Nee, ja. Dat je ook wel misschien zo zit van... dat je alleen maar positief terugkijkt en denkt, ja, wat heb ik allemaal beleefd? Dat je daardoor ook gewoon alleen maar blij bent. Het biedt voor mij ook weer... kansen. Mogelijkheden. Ja. En daar ben ik hartstikke enthousiast over. Kijk, en dat wil niet zeggen dat ik over 4 jaar zoiets groots in mijn eentje ga proberen. Want dat zou natuurlijk nergens op slaan. Maar wat voor mij... Nee. Je weet het niet. Nee, maar laat me nou even uitpraten. Waar het om draait is dat het... wat ik nu heel spannend vind, is dat ik... ga ontdekken wat ik alleen waard ben. Eigenlijk komt het daarop neer. Ik zie er niet tegen op om in mijn eentje met mijn band een keer een clubtour te gaan doen door Nederland. Ik heb daar eigenlijk ook wel zin in. Om te kijken welke mensen van die hele grote groep die we nu met z'n tweeën hebben, blijven er dan nog over. Dat weten we niet, hè?
Er is een of andere gek die Ahoy wil huren, kreeg ik in 1990 te horen bij mijn eerste telefoontje. We hebben een jaar later twee keer Ahoy uitverkocht. Dat gaan we in 2020 weer een keer doen. Op 14 maart, Hessel en Tess in Rotterdam Ahoy. De Schelling komt naar Rotterdam. Gewoon lekker muziek maken. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. Wij maken er weer een avond vol muziek en Ter Schelling emotie van. Op 14 maart, Hessel en Tess, live in Rotterdam Ahoy. Kijk voor tickets en info op www.ahoy.nl/hesseltess. Afgelopen woensdagmiddag is op het gemeentehuis een inloopbijeenkomst georganiseerd over het uitvoeringsprogramma Havenfront. Jeltje Hoekstra, jullie hebben hier vandaag het uitvoeringsprogramma van het Havenfront gepresenteerd, hè? Ja, dat klopt. Ja. Wat houdt dat precies in? Hoeveelste stap is dit en hoe lang duurt het nog en hoe lang zijn we al bezig? Nou, we zijn al een tijdje bezig. Het masterplan is al gemaakt natuurlijk. Dus of dat is het startnotitie masterplan, die is door de gemeenteraad vastgesteld een aantal jaar geleden. Vervolgens hebben wij zijn we erg in discussie gegaan over de uitvoering. Liepen we tegen een aantal dingen aan, zoals bijvoorbeeld een tweede brug, ja of nee. Dat gaf nogal wat dilemma's in de fasering van de uitvoering. Dan hebben we de gemeenteraad gevraagd van wat vinden jullie ervan. Dus toen zijn er een aantal beslispunten genomen, waaronder geen tweede brug meer. En toen konden we aan de slag met het verder uitwerken van een uitvoeringsprogramma. Nou, wat heel belangrijk is, is dat we prioriteiten stellen. Dus wat gaan we nu eerst doen en wat kunnen we later doen? Dat is sterk afhankelijk van het geld dat je beschikbaar hebt. Als we alles uitvoeren wat erin staat, dan hebben we het over 40 miljoen. Dat is heel veel geld voor Ter Schelling. Maar er zijn mogelijk wel subsidiebronnen, al zal dat ook niet de hele lading dekken. Dus dat betekent dat we hebben gezegd, laten we nu eens kijken van welke dingen we in ieder geval zouden kunnen doen, ook als we geen subsidie krijgen. Nou, daar hebben we een mooi plaatje van gemaakt. Even kijken waar die is. Dat is hier. Mooi plaatje van gemaakt waarbij we dus hebben gezegd, bepaalde dingen die kunnen we bij 50% subsidie allemaal uitvoeren. Bepaalde dingen die kunnen we niet doen als we helemaal niks krijgen, of als we 25% subsidie krijgen. En op die manier willen we dit graag aan de raad voorleggen van delen jullie die prioriteiten. En dan kunnen we er eigenlijk vrij snel mee aan de slag. Onze projectleider die geeft aan dat we dan in 2 of 3 winters ook door een heel groot deel van het programma heen moeten zijn. Dus dat zou mooi zijn. Aan deze winter beginnen, die niet deze die nu gaande is, maar 2021, start van 2021? Jazeker, ja, dat is wel de bedoeling om dan in ieder geval aan de slag te zijn. Kijk, de Rijkswaterstaat die gaat ook aan de slag met het concessiegebied. Dus we willen heel graag kijken hoe we daar ook dingen kunnen combineren. Want dat is feitelijk achter de hekken als je op de haven staat. Ja, dat klopt. Dat is achter de hekken en de rest is dus verantwoordelijkheid voor de gemeente. En we willen daarin heel graag min of meer samen optrekken. Ook dat de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt. Want ja, hoe je het ook went of keert, als je daar de schep in de grond doet, dan hebben mensen daar natuurlijk altijd hinder van. Dus ook dat is belangrijk, omdat ze goed mogelijk met elkaar af te spreken. Zoveel mogelijk hinder op één moment. Nou ja, dat zoiets. Volgend jaar om deze tijd al moeten starten met zichtbaar starten? Ja, dan moeten we al begonnen zijn. Want zeg maar, ik denk toch dat we oktober, november de eerste slagen willen maken. Ik ben benieuwd. Dankjewel. Afgelopen donderdag en vrijdag hebben wij 2 volledige dagen opnames gemaakt bij de kookstudio van Flang en Willemijn. Van deze beelden kunt u binnenkort genieten in de nieuwe afleveringen van Flang in de Pan. Ja, we staan hier vandaag bij Flang en Willemijn, bij de kookstudio van Flang. En we zijn hier bezig met de opnames van onze nieuwe, nou ja, niet onze nieuwe kookrubriek, want die was er al, maar nieuwe opnames van de kookrubriek Flang in de Pan. Gaan jullie mee? Cameraman moet ook mee.
Nou, hier zie je dus drie camera's staan. Dat gaat echt super. Maaike, hoe gaat het? Nou, het gaat hartstikke goed. We zijn al twee gerechten verder. Was lekker. Oh, heerlijk. Ruik je het niet? Ja, gelukkig dat je het niet kan ruiken, want het is echt super lekker. Ja. Ja. En wat is jouw taak vandaag? Ik zit aan de knoppen in de bus. Dus ik ben een soort regieassistentie, okay. Als het ware. Jetsen, hoe vind jij het gaan? Ik vind het fantastisch gaan. Hartstikke mooi. Ik heb het niet vaak beleefd natuurlijk, maar ik vind het nadat we met het ijsfeest gedaan hebben, vind ik dit heel mooi. En het smaakt ook nog lekker, want dat ga je ook nog meemaken. Ja, je mag het ook, wij mogen het ook allemaal proeven, wat ook vrij lekker is. Miranda, wat is jouw taak? Ik wist het. Ja. Ik hoop het had ik. Niet zo dicht. We mogen de microfoon niet zo dicht bij de gewond houden. Dat ik werd overgeslagen, maar het ging goed. Of dat was dat niet de vraag. Ik vroeg wat je doet vandaag. Ik sta achter die camera. Die veste. Oh, de camera. Nou, dan zien we hier Willemijn. Willemijn heeft de productie gedaan, is in dit moment in gesprek. Sorry voor de onderbreking van het gesprek. Willemijn, hoe gaat het? Hartstikke goed. Ja, het is heel erg leuk. Tevreden over, is je planning zoals je het gehoopt had? Nou, ik moest wel een heleboel mensen bellen, dus het was wel spannend of iedereen zou kunnen komen, zeg maar, op deze dagen. Nee, maar het gaat heel goed. En volgens mij lopen we ook op schema. We gaan nu met de laatste item voor vandaag beginnen en dan morgen nog weer een draaidag. Dus ik ben... Ben okay. We hebben 6 afleveringen in 2 dagen opgenomen, is de planning. Ja, en stiekem willen we eigenlijk nog tussendoor nog een klein dingetje doen. Dat we nog een aflevering, maar goed. We moeten even zien of dat lukt. Ja, dus dan kunnen we best wel een eind komen dit jaar met de kookshow van Flang. Ja, de bedoeling dat we iedere maand een aflevering plaatsen. Ja, ja. Dat je iedere maand weer een inkijkje krijgt van, het Schellingengerecht, een product van het eiland en hoe je dat lekker kunt bereiden. En dat heeft Flang natuurlijk op zijn zeer eigenzinnige manier laten zien hoe dat dan moet. Ja. Flang, vind jij het ook goed gaan? Fantastisch. Ja? Ja, vind je er zelf van? Ik vind het heerlijk ook, dat vooral. En heb je leuke gasten? Ja, zoals altijd. We hebben wel wat leuke gasten hier. Ja, nee, prima. Hoor. Het is echt, koken gaat mooi en het loopt helemaal volgens plan. Nou, super. Wat gaan we nu nog doen? We gaan schelpenpalet maken, of een zeepalet. Kijk, hier zie je met de camera even, zie je de scheermessen uit de kijk, zie je het cameraatje daar beneden? Zie je, ze leven. Scheermessen. Die leven nog. Oh, de scheermessen leven nog? Ja, zeker. Hoe komt dat? Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, je moet ze levend vangen, hè? Ja, en hoe krijg je dan levend hier? In de koelkast. En we hebben aliekruiken hier ook, die hebben we vanmorgen gehaald. Ja, dat is ook allemaal nog. En oestertjes. Ja, echt van alles en nog wat. Nee, komt helemaal goed. Echt Terschellingers. Ja, jij moet door, want anders redden we de laatste niet. Hier wordt het plan voor straks bedacht met een kop koffie, zie ik. En zullen we nog even in de bus kijken? Kom, we gaan nog even in de bus kijken. Nou, in de bus is niemand, want iedereen zit koffie te drinken. Maar hier zien we dus ook gewoon de camera's. We hebben Jetsen en Miranda achter de camera staan. En Mees Kooijman van het VMBO, die van jouw tv, ik weet niet, van het vorige item. Die komen vandaag met z'n drietjes even meekijken. Hier hebben we één camera, die hebben we opgehangen in de lucht. De kleine camera, die kan je dus zien vanaf boven. Dan kan je de pannen zien. En dan nog het weer. Het ziet er goed uit voor komende week. Het blijft droog en zacht winterweer met een temperatuur van 7 à 8 graden. Met af en toe een zonnetje en weinig wind is het dus aangenaam vertoeven. Dit was dan weer het Terschelling TV Journaal. Heb je zelf een nieuwtje of een interessant onderwerp waarvan je denkt dat het iets is voor onze uitzending? Laat het ons dan weten en stuur een mailtje naar info@terschelling.tv. Wil je helemaal op de hoogte blijven van wat er op Terschelling gebeurt? Neem dan een abonnement op weekblad De Terschellinger. En hiervoor kun je naar www.deterschellinger.nl. Bedankt voor het kijken, fijn weekend en tot volgende week.